De politie heeft vanochtend 350 woningen ontruimd in verband met de ontmanteling van de proveniersbom. De bom wordt vanmiddag onschadelijk gemaakt. Er is ook nog een tweede ring van woningen waar de mensen binnen moeten blijven. Naast de provenierswijk staat Ineke Moorman. Ineke, hoe is de situatie daar? Nou, het is hier eigenlijk heel rustig. Wij bevinden ons uiteraard buiten het gebied dat ontruimd moet worden. Zoals je ziet achter mij, daar staan de commandowagens van de politie. Er staan hier wat ambulances voor het geval, dat denk ik. En mensen lopen heel relaxed rondom die wagens, dus ik kan me voorstellen dat iedereen het gevoel heeft dat het allemaal heel verspoedig verloopt. Om ongeveer 8:30 komt de politie met het leegmaken van de huizen direct rondom de presentatie van de straat nummer 13. En de bedoeling was wel dat er op het moment dat de politie aanbelde iemand thuis was om dan gezamenlijk het huis te inspecteren. Om te zorgen dat het dus leeg was en zodat dan ook de politie het huis zou zeker zijn en konden de mensen het verlaten. Zoals je al zei, rondom dat gebied van huizen die ontruimd moeten worden, is het gebied waarin mensen binnen moeten blijven vandaag. Dus het is ook zich op een andere locatie niet op straat bevinden. De politie die heeft in dat ontruimingsgebied 5 huizen aangetroffen waar mensen niet thuis waren op het moment dat werd aangebeld door de politie. Daar is de politie dus geforceerd naar binnen gegaan en om 10:30 was in ieder geval het hele ontruimingsgebied. Het werkte. Hoe dat ging als de